dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. En heel hartelijk welkom bij deze KRO-RKK-uitzending. Voor de viering van de Eucharistie op het feest van Christus Koning schakelen wij zo dadelijk rechtstreeks over naar de Sint-Agatha-kerk in Boekel. Celebrant is pastoor Looyaert. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dierbare broeders en zusters, graag wil ik u allen hier in de kerk aanwezig en ook de kijkers thuis die op dit moment verbonden zijn met onze parochiegemeenschap van harte welkom heten in deze Eucharistieviering bij gelegenheid van het hoogfeest van Christus Koning. U bent verbonden met de parochiegemeenschap van Boekel, een Brabants dorp aan de rand van de Peel, zo'n 28 kilometer ten noordoosten van Eindhoven. Als patrones heeft onze parochie de heilige Agatha. Zij was een martelares die om haar christelijk geloof en haar kuisheid werd gedood rond het jaar 250. En haar feestdag vieren wij op 5 februari. Broeders en zusters, laten wij alvorens deze Eucharistieviering gaan beginnen, eerst onze schuld belijden, voor zover wij zijn tekortgeschoten in liefde ten opzichte van God en in liefde ten opzichte van elkaar. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u.
Christus ontferm u. Heer, ontferm u. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, al het bestaande hebt Gij in uw beminde Zoon onder één hoofd willen brengen. Hij is de Koning van het heelal. Wij bidden u, laat heel de schepping, verlost uit de slavernij, uw majesteit dienen en u zonder ophouden hulde brengen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in eenheid met de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Het koor zal nu het lied zingen, Vergeef mijn fouten. Vergeten, zonder te weten.
Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan hem die ons lief heeft en die ons van de zonde heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. Thank you.
De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot hem: Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus gaf ten antwoord: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hoge priesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier. Pilatus hernam: Gij zijt dus toch koning? Jezus antwoordde: Ja, koning ben ik. Hiertoe werd ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Tot zover de woorden van dit heilig evangelie. Dierbare broeders en zusters, vandaag vieren wij het hoogfeest van Christus koning. Van een koning hebben wij een bepaalde voorstelling in ons hoofd. Het is meestal een verheven, rijk en machtig iemand met veel invloed en zeggingsmacht. Toch is, denk ik, het beeld van Christus koning veelzijdiger. Hij is een herder die zich onder de schapen begeeft, die als het ware afdaalt van zijn troon en zich vernedert. Hij wil het volk niet overheersen, maar hij wil het juist dienen. Het koningschap van Christus is een nederig dienstwerk. Er hing eens een affiche in de stad waarop stond te lezen: Jezus leeft. Maar een onbekende had er met een viltstift ondergeschreven: Ik merk er niets van. En dat is, broeders en zusters, een klacht die wij vandaag de dag vaker horen. Een man vertelde dat hij al lang niet meer geloofde. Kijk toch eens om je heen. Wat een bende het is in de wereld. Iedere dag staat de krant er weer vol van. Oorlog, honger, terreur en ellende. En dan nog volhouden dat er een God is die de wereld bestuurt en goed voor ons zorgt. Ik geloof dat ik het nog beter zou doen, zo zei de man. En zelf vraagt u zich misschien af: waarom sterft mijn man of mijn zoon veel te jong? Of waarom gaan mijn kinderen niet meer naar de kerk? Of waarom zit mij alles zo tegen? Broeders en zusters, vandaag is het feest van Christus koning.
We belijden in vreugde dat Jezus met de Vader en de Geest als God regeert en eenmaal aan het einde der tijden wederkomt. Jezus houdt de wereld in zijn handen, maar wij zouden hem wel eens willen toeroepen: laat het dan eens zien, we merken er zo weinig van. Dat is ook wat de grote menigte zegt in de schrift en wat Pilatus eigenlijk wil horen: laat eens zien dat u die grote koning bent. Want moeten ze dat nu geloven, dat die bloedende man, stervende aan het kruis, dat dat de Messias is? Hoe kunnen ze dat geloven? En hoe kunnen wij dat geloven als we zien hoe machteloos Jezus is in onze wereld van vandaag en hoe hij aan handen en voeten gebonden is? Wat wij zelf moeten meemaken en wat wij zien om ons heen is vaak onbegrijpelijk en we kunnen er vaak de zin niet van inzien. Maar we zien wel dat Jezus het zelf ook meemaakt. Dat hij het kruis aanneemt en dat hij, hangend aan het kruis, tot zijn buurman zegt, die de goede moordenaar is, die in al zijn ellende op Jezus vertrouwt: heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs. Broeders en zusters, juist nu, nu we vaak zo weinig van Jezus merken, nu hij een machteloze koning lijkt die de wereld vol ellende laat, juist nu is het moment van de keuze voor hem. Juist nu is het de tijd om zijn boeien los te maken en hem de vrije hand te geven in ons leven. Heer Jezus, ik vertrouw op u. Dan zullen wij ondervinden dat die armzalige Jezus naast ons staat, hoe groot onze eigen ellende ook is, en dat hij zachtjes tegen ons zegt: hou nog even vol, straks zal ook jij met mij zijn in het paradijs. Want mijn koningschap is niet van deze wereld, maar koning, dat ben ik. Amen. Gaan wij nu allen staan om ons geloof in de verrezen Heer ook daadwerkelijk te belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Dat wij in onze eigen omgeving gestalte mogen geven aan zijn koninkrijk door zijn voorbeeld te volgen. Laat ons bidden. Dat wij voor anderen een daadwerkelijke steun mogen zijn die onder moeilijke omstandigheden werken aan zijn koninkrijk. Laat ons bidden. Dat hij al onze dierbare overledenen een rechtvaardige plaats geeft in zijn koninkrijk, waarvoor zij hier op aarde geleefd hebben. Laat ons bidden. Dat wij steeds in staat blijven zijn waarheid te zien en hiervan blijmoedig getuigenis afleggen, ook al is het leven ons niet altijd gunstig gezind. Laat ons bidden.
bidden wij voor hen die deze week gedoopt zijn. Voor Kobi van de Elzen, voor Ralf van Deurzen, voor Lian van Hout en voor Ivo van der Wijst. Bidden wij voor hen die deze week getrouwd zijn, het bruidspaar Smits van de Elzen. Bidden wij ook voor hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. In het bijzonder voor Cor van Grinsven, voor Anna Koppens, voor Antonia van den Berg en voor Jan Peters. Bidden wij ook voor pater Martin van den Burgt, die onlangs is overleden en voor wie maandagmorgen de uitvaart zal geschieden te Gemert en voor wie deze avond om 6:30 de avondwaken zal geschieden. Laat ons bidden. Bidden wij voor de intenties van deze heilige mis. In het bijzonder voor Vincent Dapperen en overleden familie. Voor Helm van Dalen. Voor Koos van Wiegen. Voor de overleden familie van de Broek van de Valk. Voor Dorien van de Wetering Bouwman. Voor de overleden ouders en familie van de Broek Jonkers. Voor de overleden ouders en familie van de Broek. Voor Marinus van Alphen en overleden ouders Frederik en voor Frederikus Mes. Bidden wij voor al onze overleden broeders en zusters, dat zij mogen delen in de vrede en de vreugde van onze verrezen Heer. Laat ons bidden. Heer onze God, sticht onder ons het koninkrijk van uw Zoon en ontferm u barmhartig over onze noden. Dat vragen wij u door Jezus Christus, onze Heer. We gaan nu over tot het klaarmaken van de tafel, het aanbieden van de gaven. U kunt zich daarbij aansluiten in de collecte. En ons koor zal nu het lied zingen, The Last Supper. Sing.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, onze Almachtige Vader. Heer, wij bieden u het offer aan dat de mensen met u verzoent. Wij bidden u, laat uw Zoon aan alle volkeren ook eenheid en vrede schenken, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid gekroond, priester in eeuwigheid, koning en Heer van heel de schepping, Jezus Christus. Hij heeft uw raadsbesluit geopenbaard. Op het kruis heeft hij zichzelf gegeven. Alles heeft hij volbracht om onze vrede te worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. Hij zal voor u een koninkrijk verwerven, God. Een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en wij zeggen u toe vol vreugde, heilig, 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 de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoogte. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. Hosanna in de hoogte. Heer onze God, gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult gij vergeten, dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u dat hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in zijn handen. Hij zegende u. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker, zegende u weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Heer onze God, zo gedenken wij hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is hij die is en blijven zal, uw rechterhand,
En tot hij komt, verkondigen wij hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend dan uw geest in ons die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u uit kracht van hem, de mensenzoon, hier in ons midden. Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof. Tezamen met uw dienaar Johannes Paulus onze paus, met Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria altijd maagd, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en martelaren, met de heilige Agatha en de heilige Benedictus en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Het koor zal nu het Onze Vader zingen. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, opdat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden,
maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie hier, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons ten eeuwige leven.
Laat ons bidden. Heer, wij hebben brood van eeuwig leven ontvangen en wij vragen u, luister naar ons gebed. Wij stellen er een eer in Christus te dienen, de koning van het heelal. Laat ons eeuwig met hem leven in het koninkrijk der hemelen, door Jezus Christus, onze Heer. Alvorens wij de zegen mogen ontvangen, wil ik eerst ons jongerenkoor hartelijk danken voor de wijze waarop zij deze eucharistieviering muzikaal hebben verzorgd. En ook wil ik onze gidsen, die hiervoor in de kerk aanwezig zijn, een hele mooie installatie toewensen vanmiddag tijdens die plechtigheid. De Heer zal bij u zijn. Zegenen en beschermen u, de almachtige en barmhartige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest.